Op 26 januari dienden de partijen DPE, VVD en D66 een motie vreemd aan de agenda in, waarmee ze willen bewerkstelligen dat er een onderzoek komt naar de kwaliteit van de juridische besluitvorming van de gemeente Ede. Donderdag 9 februari werd tijdens de politieke dag Ede oordeelsvormend gedebatteerd over de motie. In de motie vragen wij om een onafhankelijk onderzoek naar de juridische besluitvorming, dus niet alleen maar het begin, advies, maar hele juridische besluitvorming. Omdat wij in de afgelopen tijd een aantal zaken hebben gezien die verloren zijn met een heel groot impact. Dat geeft ons ongemakkelijk gevoel. En wij willen dat ook graag adresseren om de gemeente beter te maken. Dat gevoel werd ook gedeeld door D66, VVD en GroenLinks. Vandaar dat ze ook mede ingediend hebben. Het is een gevoelig onderwerp, hebben we trouwens ook wel gemerkt. Dat wisten we natuurlijk zelf ook wel. Maar de bedoeling is om de gemeente kwaliteit van de besluitvorming beter te maken. U haalde het net al aan. Er zijn een aantal voorbeelden. Kunt u eens een voorbeeld noemen waar het mis is gegaan? De meeste mensen weten de meest recente voorbeelden natuurlijk. WFC is de meest recente voorbeeld. Daarvoor hebben we nergens naar gehad. En in de jaren daarvoor hebben we ook bijvoorbeeld Parklaan gehad. Dat is niet voor de rechter gekomen. Maar het is tussen de gemeente en bezwaarwakers geschikt, om het zo te zeggen. Ja, dat zijn toch wel grote, impactvolle zaken. Waar je te maken hebt met goed georganiseerde of sterke tegenstanders. Wat vond u van de inbreng van de andere partijen? Was iedereen het met u eens? Nou, misschien waren ze het op de inhoud wel mee eens, maar het ongemak die we ook wel voelden, maar wat ons niet heeft weerhouden om dit voorstel in te dienen, dat speelde daar wat sterker. En ik kan me daar ook alles bij voorstellen. We hebben het ook zelf aangegeven, joh. We hebben het eerste aanzet gemaakt. Het is ook niet onze bedoeling om met een wijzende vinger naar iemand, naar een afdeling of naar een wethouder of naar een ambtenaar te wijzen. Daar gaat ons niet om. Het gaat ons niet om politiek gewin. Maar het gaat ons wel om de kwaliteit van besluitvorming. En daar voelen we ons wel verantwoordelijk voor. Het was ook geen verwijt aan de juridische afdeling, heb ik begrepen. Nee, want bij een juridische besluitvorming, een besluitvorming en de juridische onderbouwing daarvan, daar speelt die afdeling een rol bij, maar niet als enige. De wethouders, uiteindelijk ook de raad, speelt daar ook een rol bij. En ook de externe adviezen die ingewonnen worden, die zijn ook wel belangrijk. Dus het gaat ons niet alleen om de afdeling, wat een hele belangrijke is trouwens, maar om het hele keten van besluitvorming en de juridische aspecten daarin. Wethouder Arnold Versteeg, die sprak natuurlijk namens het college, maar die ontraadde deze motie. Ja, die ontraadde dat. Ik vond het vreemd, want ik vind het een beetje vreemd hoe je tegen kan zijn om onderzoek uit te voeren hoe je zaken beter kan maken, een kwaliteitsslag kan maken, want dat is wel nodig, denken wij. Tenminste, wij zouden het op zijn minst onderzocht willen hebben of die kwaliteitsslag wel nodig is. En als het nodig is, moeten we het ook niet laten om het wel te doen. Zoals collega Omlo ook zei in het debat. Ede is al een grote gemeente met complexe opgaven. In de toekomst verwachten wij nog meer complexe zaken. Want Ede is wel een groeigemeente. Dan moet je ook wel toekomstbestendig zijn. In ook je kunnen, zeg maar, juridisch kunnen ook. Hoe nu verder? Want het is natuurlijk oordeelsvormend nu besproken. Hoe verder? Ik heb van een aantal partijen ook, waaronder bijvoorbeeld SGP en gemeentebelangen, ook gehoord dat ze op zich de inhoudelijke ongemak ook wel voelen. Tenminste, dat is even in mijn eigen woorden. Dat ze in de verwoording van de motie misschien dingen anders verwoord zouden willen hebben. Daarom hebben we ook gezegd, geef ons alsjeblieft wat meer tijd. Agendeer het niet meteen voor de eerstvolgende besluitvorming, maar over een maand of zo. Dat we onderling even gaan kijken of we tot een betere verwoording kunnen komen, waarmee we een grotere draagvlak kunnen creëren voor dit motie. Wat voor ons nog steeds niet bedoeld is als een politieke motie, waar politiek gewin aan vastzit. U wil gewoon de besluitvorming op juridische basis verbeteren? Ja, want dat is in het belang van onze burgers.